Dankzij een bedrag van €817,30 kunnen 6 kinderen in Oeganda weer naar school. Dat bleek woensdag 17 april na afloop van een middag en avond scoren voor Oeganda. Dat werd gehouden op Sportpark de Eikelhof in Bennekom. 'S Middags was er een voetbalclinic voor meisjes die graag wilden kennismaken met het voetbal of hun techniek wilden verbeteren. De clinic werd gegeven door Sylvia Smit, oud-international, en Yvonne Veldhuizen, speelster van SDV Barneveld en oud-speelster van DTS Ede. Beide hebben een voetbalschool voor meisjes. Nou, wij zijn vanuit meidenvoetbalschool Yes bezig met een clinic te geven aan meiden die zich hebben opgegeven hier bij Bennekom. En ja, eigenlijk allemaal voor het goede doel en dat is voor de kinderen in Oeganda. En nou ja, zo te zien, die meiden zijn gewoon lekker fanatiek bezig, dus super dat we het zo kunnen doen. Welke oefeningen gaan jullie allemaal doen vandaag? Nou, we zijn begonnen met een warming-up met loopvormpjes en wat tikspelletjes. En om de beleving er een beetje in te krijgen, zeg maar, bij die meiden. En een beetje warm te worden uiteraard. Nou, we zijn nu bezig met dribbelvormen. Wil echt contact hebben met de voetbal. Zometeen achter jullie hebben we het gatendoek ook staan. Waar ze ook echt gaan leren mikken en leren schieten. En we hebben uiteindelijk een partijtje waarin ze ook echt samen gaan spelen. En het plezier ervaren van het spelletje. We hebben eerst warming-up gedaan in een ladder en dan verschillende oefeningetjes. En daarna gingen we in driehoekjes snelheid. En nu zijn we in twee groepen opgedeeld en dan gaan wij hier op goal schieten en zij zijn daar wat aan het doen. En merk je dat het meisjesvoetbal ook steeds populairder wordt? Ja, absoluut. Je merkt steeds meer vraag ernaar. Dat het vereniging ook echt iets willen alleen voor de meiden. Hè. Er wordt heel veel voor de jongens gedaan. En daarin merken ze gewoon dat de meiden, ja, die worden eigenlijk altijd een beetje ondergesneeuwd door de jongens. Dus je merkt, ja, na het EK-winst hier in Nederland natuurlijk van de Oranje Leeuw winnen. Merk je een ongelofelijke stijging aan aantal meiden wat zich heeft opgegeven bij een vereniging. En wij merken het ook binnen de voetbalschool dat we veel aanmeldingen hebben en heel veel clinics over het hele land. Dus super mooi. En weet je ook voor welk goed doel je nu de clinic aan het doen bent? Voor Oeganda. Ja, voor de meisjes daar die dan zijn ook aan het voetballen om zelfverzekerder te worden. Vind je dat belangrijk? Ja. En maakt zo'n clinic voor het goede doel het nou extra bijzonder? Ja, uiteindelijk wel. Want als je dan toch even beseft wat wij hier allemaal hebben en waarvoor je het nu doet, die kinderen in Oeganda. Ja, dan is het super mooi dat je die kinderen eigenlijk dat ook wel mee kan geven. Hè? Dat we eigenlijk heel erg geluk hebben dat wij het zo goed voor elkaar hebben. Dat we een mooi veld hebben, dat we ballen hebben en plezier kunnen hebben met elkaar. En gewoon met een voetbalschoentje aan of een gympje. Ja, en als je dan realiseert die kinderen daar in Oeganda eigenlijk niks hebben. En toch ook wel weer plezier hebben met een blikje bewijzen van op het zand. Ja, dan hebben wij het echt niet zo slecht hier. En is het mooi dat je zo die kinderen die het hier allemaal zo goed hebben, toch wel eventjes kan laten realiseren dat je echt wel geluk mag hebben dat je hier in Nederland eigenlijk heel goed voor elkaar hebt. Dat scheelde niet veel, of wel? Nee, volgens mij niet. Heb je dit al vaker gedaan, voetbal? Ja, wel gedaan, maar nog niet echt dat ik er goed in ben. En wat vind je van de clinic nu? Heel erg leuk. Wat vind je het leukste aan de clinic? Ja, dat je gewoon kan voetballen en eigenlijk ook meer kan leren, omdat ik het eerst nog niet echt kon, maar nu wel wat meer. En dat vind ik wel leuk. Die zat er goed in, of niet? Ja, ja. Wat vind je van deze middag? Leuk, gezellig, ja. En zit je al lang op voetbal zelf? Sinds dit jaar, ja. En wat vind je er zo leuk aan? Dat het lekker buiten is en ons team is ook heel leuk, dus ja. En leer je nou extra dingen van deze dames? Ja, ja, het is wel leerzaam, ja. Wat lijkt jou de leukste oefening? Ik vond daar met de snelheid wel heel leuk, ja. Ben je in het veld ook heel snel? Ja. Welke positie speel je? Ik speelde altijd linksback, maar nu sta ik voor. Ja. Dan heb je de snelheid wel nodig, hè? Ja, ja. En wat zou je de kinderen en meiden vandaag willen bijbrengen? Nou, vooral plezier hebben in het spelletje voetbal. En weet je, het gaat nog niet eens om het winnen of de beste zijn, helemaal niet. Maar dat ze zo samen met elkaar aan het voetballen zijn en plezier hebben. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En als je plezier hebt, dan gaat het vanzelf beter met voetbal. Dus dan is het cirkeltje rond. En wie is jouw grote voorbeeld? Ik denk mijn vader. Ja. Wat leuk. En heb je ook een vrouwelijke voetballer die je grote voorbeeld is? Ja, Lieke Martens.
Heb je ook voorbeelden in het vrouwenvoetbal al? Ja, Lieke Martens. Die vind ik wel heel cool. En hopen jullie nou ook nog talenten spotten? Nou, dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn. Maar het mooiste is, Bennekom organiseert dit, de voetbalclub. Het mooiste zou zijn als misschien Bennekom wel stiekem wat leden binnenwerft voor de meisjesteam hier. En dat ook weer door blijft groeien bij de club. In de bestuurskamer van VV Bennekom was er die woensdagavond een presentatie over het goede doel. Scoren voor Oeganda. Wij hebben hier vanavond een benefietevenement georganiseerd voor Springs of Joy. Dat is een organisatie in Oeganda. En die zet zich in voor meiden. Door middel van voetbal krijgen zij de kans om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Om zich als persoon te ontwikkelen. En zij steunen hun ook in onder andere huisvesting. Dus dat ze onderdak bieden. En zij zorgen ervoor dat die meiden ook educatie krijgen. Dus dat ze naar school kunnen. En vanavond hebben we een aantal leuke sprekers uitgenodigd. Onder andere Kirsten van de Ven en Sojan Vergeresten. Zij zijn manager en teammanager van Nederlands vrouwenelftal en Nederlands vrouwenvoetbal. En zij hebben een prachtig inspirerend verhaal verteld over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in Nederland. Ik heb samen met Kirsten van de Ven een presentatie gegeven op uitnodiging van Evelien Verhoeks voor Springs for Joy, een project in Oeganda. Om meisjes door middel van onderwijs en sport meer zelfvertrouwen te geven. En dat sluit aan bij hoe wij naar onze sport kijken en naar ons werk. Ja, volgens mij een hele mooie inspirerende avond voor het goede doel, Springs of Joy. Dus heel mooi. Waarom hebben ze jou gevraagd? Omdat ze graag, het gaat ook wel een beetje over empowerment van meiden en vrouwen. En ik zelf ben ex-profvoetballer en werk inmiddels bij de KNVB, waar we meiden en vrouwen ook een betere kansen willen bieden in het voetbal, wat wel een beetje aansluiting vindt bij het project hier. Nou, wat we vanavond zien is dat een club maatschappelijk bewuste vrouwen plezier aanbeleefd voor het goede doel sprekers uit te nodigen die leuke dingen kunnen vertellen over topsport, die zelf topsportcarrière hebben gehad. Ik vond het hartstikke interessant. De dames krijgen zelfbewustzijn door dat te doen, maar het gaat om zelfbewustzijn wereldwijd voor vrouwen die daar wereldwijd behoefte aan hebben, hè, in achtergebleven gebieden. Dat doen ze hartstikke goed, ja, hartstikke leuk. En nu werkzaam voor de KNVB, wat doe je precies? De titel is manager vrouwenvoetbal en ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor het hele vrouwenvoetballandschap, maar ook voor meer vrouwen in voetbal, zoals meer vrouwelijke trainers, bestuurders en scheidsrechters. Jij bent zelf ook actief in het vrouwenvoetbal? Ja, klopt. Zelfs professioneel. Ik werk bij de voetbalbond en ik ben de teammanager van het Nederlands vrouwenelftal. Daarvoor organiseer ik alles rondom het Nederlands team. Dus de technische staf houdt zich bezig met wat er op het veld gebeurt. En ik zorg dat alles rondom het veld wordt georganiseerd. Kan er nog iets beter in het vrouwenvoetbal? Ja, er kan nog heel veel beter. Het gaat echt al supergoed, maar we zien ook wel dat het vrouwenvoetbal nog, de Eredivisie is bijvoorbeeld nog relatief jong. We zouden graag zien dat daar nog meer topsportkansen komen voor meiden. En dat eigenlijk op alle fronten tot en met onder 7, denk ik, dat we nog dingen kunnen verbeteren. Ja, sport verbroedt, maar sport biedt ook heel veel kansen. En ik denk dat voor mij in mijn carrière zo is geweest. Niet als voetballer, maar wel uiteindelijk bij voetbal betrokken kunnen zijn op een andere manier. En ik denk dat voor heel veel meisjes geldt, dat je jezelf kan ontwikkelen. Ja, ik denk dat we een fantastische ontwikkeling zijn. En je ziet echt dat we als vrouwenvoetbal enorm in de lift zit. Dus dat zie je natuurlijk aan de resultaten van het Nederlands vrouwenelftal, van onze Oranje Leeuwinnen, die 2 jaar geleden het EK wonnen en zich nu gekwalificeerd hebben voor het WK en daarvoor mogen gaan strijden in Frankrijk binnenkort. En daarnaast zie je ook dat het vrouwenvoetbal, de Eredivisie ook steeds beter en sterker wordt. En je ziet ook de ontwikkelingen in het amateurvoetbal en het vrouwenvoetbal, dat het steeds meer positie krijgt en steeds verder ontwikkelt. Doordat meer meiden gaan voetballen, maar ook steeds meer op beter niveau getraind wordt en gevoetbald wordt. Dus het zit wel in de lift, zeker. Nou, wij maken natuurlijk geen onderscheid tussen dames en heren, beleidsmatig zou je zeggen. Maar we zien wel dat natuurlijk de dames wel wat publiciteit en steun kunnen gebruiken, jazeker. Ja, scoren voor Oeganda, voetbal, sporten, mooie combinatie, hè?
Ja, absoluut. Ja, toen wij de vraag kregen of wij Springs of Joy wilden steunen en daarin iets wilden betekenen. En zij ook vertelde wat de link daarin was. En dat is natuurlijk voetballen. Toen hebben wij daar ook als vereniging direct ja tegen gezegd. Het is gewoon ontzettend mooi als je als Nederlander daar in de maatschappij waar wij het toch echt wel goed hebben met elkaar. En als ik ook hier kijk bij VV Bennekom, wat voor prachtige accommodatie we hebben. En dat de meiden vandaag op een prachtig veld met elkaar onder hele mooie omstandigheden kunnen voetballen. En als je dat vergelijkt met Oeganda, en dat is zo'n enorm contrast. En dat vind ik het mooi dat wij een steentje bij kunnen dragen om het voetbal daar ook weer beter te maken en de omstandigheden te verbeteren.